staan hier in Boeksmeer bij het gemeentehuis, want vanmiddag is er, ik noem het maar de scootmobieltocht, maar ik heb iemand bij me die er veel meer van weet. En ik sta hier bij José Lichtenveld. José, wat staat er op stapel vanmiddag? Wat staat er op stapel? Nou, u ziet alle scootmobielen hier verzamelen. En dan gaan we een tocht richting Sint-Antonis. En dan linksaf richting Stevensbeek. En dan de eerste weg de Zambeekse Dijk. En dan gaan we bij het tuincentrum Groens, nemen we een pauze met koffie en gebak. En dan rijden we door Zambeekse Dijk, weer door Zambeek, richting de sluis. En dan via de sluis, Loerangelstraat, achter het oude ziekenhuis, vroeger. En dan zo weer door de Steenstraat, hier terug. En dan gaan we bij de douanière soep en broodjes eten. José, dat is een hele tocht als ik jou zo hoor. Is er ook, stel dat jullie een slappe band krijgen van een van die. Is er dan ook iemand bij die hulp kan bieden? Medipoint is erbij. En we hebben 2 EHBO'ers uit Oefeld. En we hebben 4 verkeersregelaars. Dus, en 8, ongeveer 8 fietsbegeleiders. Nou, kan niet. Dus... moeten luisteren. Dit is een evenement wat meestal ieder jaar terugkomt. Ja, we proberen volgend jaar 2 keer per jaar te doen. En als jullie het melden, is er dan direct een grote opgave of is het moeilijk om de mensen bij elkaar te doen? Nou is het 2 jaar stilgelegen. Dus nou was het iets minder, maar we hebben toch 23 scootmobielers bij elkaar kunnen krijgen. Een hele groep. Is dat alleen van de gemeente Boeksmeer? Nee, er zijn er ook 2 uit Kuik en een paar uit Sint-Antonis. Dus een merendeel is wel hier uit de omgeving. Dus jullie hebben eigenlijk al gefuseerd, als ik het zo bekijk. Ja, ja, wij zijn al 1 land van Kuik. Ja. José, staat er binnenkort nog iets op stapel? Ja, in oktober, de toegankelijkheid. Hè? Ja, week van toegankelijkheid. Oh ja, en 28 september. Ja, 28 september hebben wij een scootmobiel training samen met de SWGOB. Henk Hoeven. En de week van de toegankelijkheid is begin oktober. Nou, mooi. Daar gaan we te zijn altijd nog even aandacht aan schenken. Ja, want die is ook belangrijk. Ja, zal ik er eentje meegeven? We hebben hem al, José. Oh, jullie hebben hem al. We hebben hem al. José, gaan er ook nog familieleden mee op de fiets of is het echt alleen de scootmobielen? Hoezo bedoelt u op de fiets? Dat mensen mee fietsen. Ja, dat zijn familieleden, maar ook vrijwilligers. Hoezo mee fietsen. Ja, ja. Nou, ik wens jullie een hele fijne middag. En als we naar boven kijken, ze hebben gewoon gezegd dat het droog blijft. De zon komt. En anders, I'm singing in the rain. Nou, helemaal mooi. Veel plezier. Dankjewel. En leuk dat jullie er waren. Bedankt. Ik sta hier bij een van de deelnemers en ik sta hier bij... Ingrid van Straten. Ingrid, dit is niet de eerste keer dat je meedoet? Nee, het is zo vaak als het kan, een 4e of 5e keer. En ik kan alleen maar zeggen, het is genieten. Het is echt een dag waar je naar uitkijkt. Ja, luisteraars, het ligt niet aan ons. En op het moment vliegt er een helikopter over. Dus dat geluid hebben we er ook zomaar bij. Ja. Geniet je ervan, zo'n tocht? Op en top. Daar kijk ik echt naar uit. En ik heb er ook enorm veel zin in. En ik hoop dat het weer droog blijft. Maar zoals het er nou naar uitziet... Het zonnetje schijnt. Zou het wat zijn om het 2 keer in het jaar te doen? Ja, eigenlijk wel. Nou, misschien wordt het dat nog. Nou, dat zou ik heel fijn vinden, ja. Ik wens jou ook een hele fijne middag met dankjewel. Mederijders, zal ik het zo maar noemen. Dankjewel. Hey, geniet ervan. Zeer zeker, dankjewel. Aan de grens van de Duitse heuvelen zag men na een bloedige slaap. In de stille avonduren een Canadees soldaat op wacht. In de stille
zijn ogen kijken naar het oosten. Alles stond rond hem in brand. Vlammen stegen naar de hemel. We schenen fel het Duitse land. Vlammen stegen naar de hemel. We schenen fel het Duitse land. De soldaat liep naar de bosrand. Daar lag een gewonde soldaat die hem smeette, lieve broeder, met de riem al in zijn hand. Die hem smeette, lieve broeder, met de ring al in zijn hand. Wil mijn ring nu aan je geven, druk mijn hand voor de laatste keer. Stuur hem terug naar mijn geliefde, naar Canada. Keer ik nooit weer. Stuur hem terug naar mijn geliefde, naar Canada. Keer ik nooit weer. Zeg haar dat ik ben gevallen in het grote Duitse woud. Dat ik rust in donkere aarde, met op mijn graf een kruis van hout. Dat ik rust in donkere aarde.